Youssef El Abdelouei toch onder de lat bij AFC. Zijn vakantie ging op het allerlaatste moment niet door. Maar de andere keepers, Singels en Hartman, zijn er niet bij. En dus is Tamba dos Santos, keeper uit de tweede, de stand-in voor El Abdelouei. Dit is de kampioenschaal, daar gaat het allemaal om. De algehele amateurtitel. En AFC neemt voor de aftrap nog afscheid van Sjoerd Jens. Na 6 seizoenen stopt hij. Tweede plaats, topscorerslijst aller tijden bij de Amsterdammers. Hij gaat in de zaterdag 2 voetballen. De fans van Spakenburg zorgen voor een echte kampioenssfeer op Sportpark. Goed genoeg, een kleine 2000 mensen zijn op deze wedstrijd afgekomen tussen AFC en Spakenburg. In de eerste minuut van de wedstrijd, Pinacci aan de bal. Geeft hem aan Amazighiou. Nog altijd aan de bal en de voorzet wordt gemist door El Abdelouei en ook door Kees Pirtol. En dat laatste is maar goed ook voor AFC. Vrije trap, Sutorius. Wordt ook door bijna iedereen alles gemist, behalve door Jasper de Haar. En die tikt de 1-0 binnen. En dat is een behoorlijke opsteker voor AFC. Centrale verdediger de Haar, klein tikkie en Dieterwieg is geklopt. Zou het dan toch met 3 doelpunten verschil moet AFC winnen om een verlenging uit het vuur te slepen. Na een half uur spelen, Amazighiou, die moet je niet zoveel ruimte geven. Vorige week geschorst, maar nu een gevaarlijk baasje in deze wedstrijd. Loopt goed af voor AFC. Dat natuurlijk Pepijn Kluin mist, Joost Heij, allebei een kruisbandblessure. En dus een aantal spelers op vakantie. En Maurice van der Bilt, die raakt de lat. Daar komt AFC dan weer goed weg. Aanval loopt nog door. De bal komt dan bij Mark de Loor. En die doet het van dichtbij net over. AFC zit klim in deze fase van de wedstrijd. En het wachten is op de gelijkmaker. En die komt ook. En Amazighiou, wie anders, maakt hem. Hij zorgde voor de meeste dreiging. En maakt het nu heel bekwaam af. 1-1 na 34 minuten spelen. En zo kan AFC weer opnieuw beginnen. 3 doelpunten moet het gaan maken. Wilfraat. Langs Pinacci. Nog altijd en dan in de combi. Legt hij de bal breed en dan wordt daar een overtreding gemaakt en een vrije trap gegeven door scheidsrechter Dijkstra. Op een lekker plekje voor AFC. Bijna recht voor de goal. Sutorius erbij. Enrico Patrick erbij. Sutorius over de bal heen. En Patrick krult hem dan om de muur. En zo staat het weer 2-1. Vorige week scoorde hij vanaf 11 meter. En nu ietsje verder. Rust in Amsterdam. Lokale omroep Spakenburg kan melden dat die ploeg met 2-1 achter staat. Maar nog wel de schaal in handen heeft. Direct na de pauze. 2 ongewijzigde ploegen. En de kans voor de Loor en die schieten meteen langs El Abdelouei. En zo staat Spakenburg weer naast AFC. Wat een domper voor de ploeg van trainer Willem Leushuis. Alle zaken die in de kleedkamer besproken zijn kunnen de prullenbak weer in. AFC moet weer opnieuw beginnen. Joshua Patrick. Vorige week geschorst, nu in de basis, begint aan een actie waarvan je niet weet waar die precies zal eindigen. Dit keer Rogier Wissing komt net niet lekker bij de bal. Spelend zonder rugnummer. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Dan Spakenburg weer, Kees Pirtol in stelling gebracht. Vorige week gebeurde dat veelvuldig. Zaterdagmiddag veel minder. Jasper de Haar geeft voor de zekerheid een hoekschop weg. De bal van de Volendammer was overigens wel gewoon naast gegaan. En nogmaals, over die linkerkant. Nu Amazighiou en de redding is daar dan van de doelman. En vervolgens gaat de bal achter. En net als in de eerste helft heeft AFC het lastig nu met Spakenburg. De kansen rijgen zich aan één. Want hier komt de volgende kans van de Wild. En daar is de Haar die de bal uit de doelmond wegwerkt. AFC wankelt. Maar valt nog niet. Spakenburg gaat steeds beter spelen, krijgt ook meer kansen. Weer van de Wild nu bij de eerste paal. En bij AFC ebt het geloof in een stunt langzaam maar zeker weg. De klok is natuurlijk ook een belangrijke tegenstander. De tijd tikt weg.
Wilfraat wil nog wel, staat behoorlijk vrij, geeft de bal goed aan Sutoris, maar dan wordt de bal daar weer van de doellijn gehaald. Het is 2-2, maar het had ook wel 5-5 kunnen staan. Sjoerd Jens inmiddels in de ploeg gebracht door Leushuis. En Sjoerd Jens krijgt meteen na het inbrengen een goede kans, zeg. Dit had een doelpunt mogen zijn. Dan wordt het toch wel weer spannend, maar het blijft 2-2. Kees Piertol dan gaat goed door. De Haar kan hem niet afstoppen, maar gelukkig schiet de Volendammer de bal in het zijnet. Geen treffer voor hem. En zo gaan we naar de laatste minuut van de officiële speeltijd. En AFC krijgt nog een strafschop. Overtreding gemaakt door invaller van de groep. En Dijkstra vindt de overtreding op Jens zwaar genoeg om de bal op de stip te leggen. Geen Enrico Patrick achter de bal. Nee, hij gunt het aan Sjoerd Jens. En Jens scoort. En zorgt ervoor dat AFC de wedstrijd tegen de aanstaande kampioen Spakenburg met 3-2 wint. Een mooi slotakkoord voor Jens. Die dan toch een doelpuntje meepikt. AFC wint, maar het is niet voldoende om de kampioenschaal op te eisen. Die gaat voor het eerst sinds 1985 naar Spakenburg. En dat gaan ze daar groot vieren natuurlijk. AFC treurt, maar heeft een prachtig seizoen gehad. Kampioen bij de Zondag Amateurs. En verliezend finalist om de algehele amateurtitel. De kampioenschaal gaat niet naar Leushuis en zijn mannen. Maar het is de aanvoerder, de geschorste aanvoerder, Nick Ripson, die de schaal aan het publiek toont.